Het is weer tijd voor de maandafsluiting. Hallo allemaal. Nou, ik ga hem dit keer even in delen opnemen. En dan kan ik ook eventjes wat meer uitleggen en context en zo erbij geven. Ik wil jullie nu even een keertje meenemen in mijn uitjesmapje. Dus ja, mijn leuke dingen mapje. Ik moet zeggen, we hebben een vrij rustige maand gehad. Ik zal heel eventjes jullie meenemen ook naar mijn budgetten die ik heb normaal gesproken. Dus dit is van de afgelopen maand, dus juni. Hier staat dan op hoeveel ik per categorie in het mapje doe. Dus uit eten, daar zat aan het begin van de maand €70 in. Dagje weg, daar zat €50 in en thuisbezorgd 30. Dus dan kunnen we ook mooi gaan kijken wat ik daarvan over heb gehouden. Ik zal hem zo meteen nog wel een keertje erbij pakken. Nou, we beginnen bij het eerste mapje en dat is uit eten. Nou, we hebben afgelopen maand een keertje bij de McDonald's wat gegeten. En dat was volgens mij op de terugweg van de Apenhul. En onderweg. En we hebben één keer broodjes dunner gehaald op de Zwarte Markt in Beverwijk. Dus eigenlijk hebben we maar twee dingetjes gedaan qua ja, buiten de deur eten. En nou ja, die eerste keer McDonald's was €26,10 en die broodjes waren €28. Wat staat hier? Gewoon €28, ja. Dus twee dingen hebben we maar gedaan, verder eigenlijk niks. En nou ja, er zit dus, zat dus aan het begin van de maand €70 in en ik heb dus overgehouden. €16. Dus dat is echt wel heel erg netjes voor ons doen. Nou ja, goed, €70 per maand voor uit eten kan je natuurlijk ook niet superveel mee. Maar goed, het is sowieso gewoon fijn dat je daar wat van overhoudt natuurlijk. Dan ga ik eventjes... Ja, kijk, dit is mijn boekje. Hier schrijf ik altijd op wat ik overhoud. Nou, dan gaan we nu naar juni. Het is nog een ander filmpje. Even kijken in mijn pen. Want dan ga ik ook altijd eventjes opschrijven wat ik dan overhoud. Want dan weet ik het aan het eind van het jaar ook nog. Dus dan schrijf ik even op eindstand juni. En dan beginnen we met uiteten. En daar zat nog in €16. Ja, je kan ook nog opschrijven van wat er dan in zat. Ja, dat doe ik dan niet, maar dat zou je ook nog kunnen doen natuurlijk. Oké, uit eten €16. Dan hadden we het mapje dagje weg. Dus dat is voor de uitjes, voor de leuke dingen. Nou, het budget voor de maand juni was €50. En er zit nog in €50. Dus dat betekent gewoon dat ik echt alles van de uitjes van dagje weg gewoon nog over heb. Nou ja, onder de streep. Ik zet altijd de streep bij de nieuwe maand. Daar hebben we dus niks gedaan. Dus dat klopt. Nou ja, we hebben niet niks gedaan. Want we zijn dus wel een keer naar de Apenhul geweest. Maar hoe kan het nou dat ik dan alles nog over heb? En dat komt dus door een challenge. Ik had daar de dierentuin challenge voor gedaan. En de envelop, ja kijk, hij ligt hier nog. Ik had hem nog niet weggegooid. Ja, die is dus nu leeg. Maar ik had dus met een challenge, had ik voor de Apenhul al gespaard. Dus er lag ook al €50. Dus ik heb voor dagje weg wel wat uitgegeven. Maar niet uit het mapje. Dus dat is ook altijd wel fijn aan die challenges. Dat je het dan niet merkt in je maandbudget. Dus die €50, die kan ik weer doorsparen. En dan hebben we nog het mapje thuis bezorgd. Nou, we hebben één keer wat besteld. Ja, dat was één keer pizza. Een beetje halverwege de maand voor €20. Nou, ik heb voor thuis bezorgd €30. Zie je hier, €30. Dus ja, nog €10. En dat klopt ook, want die zit er nog in. De brief is van 5. Dus dan is mijn uitjes, mijn leuke dingen mapje is dan nu helemaal leeg. Want ik heb alles heb ik er nu uitgehaald. Dus die doen we gewoon weer even dicht en die zetten we terug. En dan gaan we nog even de rest opschrijven. Want dagje weg. Dagje weg was dan €50. En thuis bezorgd was dan
10 euro. Zo. Even kijken of mijn rekenmachine hier ergens bij de hand is. Een blauwe dit keer. Ik heb een roze en een blauwe. Maar de blauwe lag nu in het zicht. Oké, okay, uit eten 16 euro. Dagje weg 50. En dan thuisbezorgd 10 euro. Dus in totaal heb ik van de leuke dingen, van de uitjes, heb ik 76 euro over. Dus dat is echt, echt super netjes. En daar ben ik echt heel erg blij mee. 76 euro over. En nou ja, dan kan je eigenlijk een paar dingen doen. En dat is dat je dit geld wat je dan hebt weer extra toevoegt aan de budgetten voor de uitjes. Dus komende maand dan komen weer alle nieuwe bedragen erbij. Maar je zou dus ook kunnen zeggen van, nou ja, wat ik overhoud, dat laat ik zitten. Zodat mijn budgetten groter worden. Dus dat ik bijvoorbeeld een groter uitje kan doen of vaker uit eten kan. Dus dat zou je kunnen doen. Ik kies er eigenlijk altijd voor om het gewoon in mijn challenges te doen. Want dan heb ik gewoon de nieuwe maand ook een wat lager bedrag. Dus dat mijn bedragen niet te groot worden. Want dan ga je ook weer meer uitgeven. Dus ik zelf vind het wel belangrijk dat ik wat spaar. Dus dat doe ik dan. Dan doe ik het gewoon in mijn challenges. Of ik doe het in dit mapje bij de 5 euro en de 10 euro challenge. En dat komt uiteindelijk weer op mijn spaarrekening terecht. Nou ja, en je kan er dan voor kiezen om dit dan weer voor challenges, voor uitjes of leuke dingen te gebruiken. Dus voor een dierentuin of zo. Of een pretpark. Maar goed, je kan het ook in een heel ander doel doen. Net wat je zelf fijn vindt. Maar in principe, van dit wat ik nu over heb gehouden, zou ik bij wijze van gewoon één keer uit eten kunnen. Eigenlijk extra als je het zo bekijkt. Dus nee, ik ben hier echt heel erg blij mee. En als ik dan ga bedenken, voorheen, dus voor het kerststuf al helemaal. Kijk, ik zal eventjes voor de grap even laten zien. 70 euro, 50 en 30. Dus dat is een totaal van 150. Wat ik nu dan te besteden heb in totaal voor ja, thuisbezorgd, dat soort dingen. Uit eten. Maar moet je nagaan dat voor het kerststuf, dat ik eigenlijk elke maand 150 euro... alleen al uitgaf aan thuisbezorgd. En dat is geen grap. En soms was het nog meer, dan was het zelfs 200 euro. Dat ging gewoon op aan thuisbezorgd. En nu is dit gewoon mijn totaal budget voor dus al die leuke dingen. Dus voor en leuke dingen doen dagjes weg, voor thuisbezorgd en uit eten. En daar hou ik dus ook nog eens gewoon 76 euro van over. En dan heb ik gewoon eigenlijk maar 74 euro uitgegeven afgelopen maand juni. Aan dus thuisbezorgd uit eten en dagjes weg. Dus dat is echt, echt heel erg weinig als ik gewoon bedenk dat ik alleen al aan thuisbezorgd voorheen gewoon meer dan 150 euro uitgaf. Dus ja, mocht jij ook het probleem hebben dat je gewoon echt veel te veel uitgeeft of gewoon niks overhoudt. Nou, kijk naar mij. Dan is cashstuffen waarschijnlijk echt wel iets voor jou. Dan ga je echt wel wat overhouden als je een beetje je best doet. Nou ja, dat was hem dan voor nu. Het geld ga ik in een ander filmpje ga ik het verdelen in mijn challenges. En nou ja, ik moet mijn maandelijkse binder, mijn grote binder, moet ik nog doen. Die zit nog wel vol. Deze heb ik alvast gedaan, want ja, die ging ik toch niet meer gebruiken voor het einde van de maand. De rest van de budgetten misschien nog wel. Dus die komt in het volgende filmpje, mijn maandelijkse binder van de rest. En de boodschappenbinder, die doe ik natuurlijk altijd al tussendoor, elke week. Het geld wat ik overhoud verdelen. Dus de volgende keer ga ik het dan in de spaardoelen en challenges verdelen. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doeg!